Hey, leuk dat je kijkt naar Lina TV. Mijn naam is Bastiaan van Schijk. En als je daar denkt, waar ken ik die gast ook weer van? Ik zat in de jury bij Holland's Next Topmodel. Heb achter de desk gezeten bij RTL Boulevard, bij Shownieuws. En ik zit al jarenlang, maar ook echt al meer dan 20 jaar in de mode. Als stylist. Kortom, mode is mijn leven. Maar ik heb één leuke mededeling voor jullie. We gaan het niet over mode hebben met een nieuwe vlog voor Lina TV. Maar over mijn maagverkleining die deze week plaats gaat vinden. Ik ben er al een jaar en 3 maanden mee bezig. En afgelopen week kreeg ik opeens een telefoontje van je wordt geopereerd. En ja, was echt een beetje opeens, want je zit altijd maar te wachten. En nu gaat het dus opeens gebeuren. En als ik om 7 uur moet zijn, hoe laat word ik dan ongeveer geopereerd, denkt u? Ongeveerig? Oh, pittig. Nou, top. Super. Dank u wel. Alrighty. Doeg. En dus dachten ze bij Lina TV, god, misschien is het leuk als hij waarschijnlijk is gaat vloggen over het afvallen. Het gaat morgen plaatsvinden, dus ik heb nog geen idee wat ik ervan kan verwachten. Ze zeggen dat je de eerste 3 maanden zomaar 30 kilo zou kunnen afvallen. Ik moet dat nog zien, ik betwijfel het een beetje, want ik denk niet dat het zoveel zal zijn. We gaan het zien en jullie gaan het allemaal meemaken. Hoe leuk en gezellig is dat? Waarom die maagverkleining? Ik heb het hoge bloeddruk, het is heel simpel. Het is helemaal niet omdat ik leuk, beeldig, dun wil zijn. Ik heb een hoge bloeddruk, daar moet ik medicijnen voor slikken en daar wil ik eigenlijk van af. En dus toen zei de dokter van, dat afvallen met jou wordt toch helemaal niks. En dat klopt, ik heb al zoveel afvalpogingen gedaan en dat werkt allemaal niet. Ja, ik val wel af, maar dan kom ik weer aan. En ja, wie kent het niet, weet je, met dat afvallen, het schiet gewoon nooit op. Dus er wordt nu een wat radicaler, een stevige maatregel genomen. Als er trouwens geen volgende vlog komt, dan weet je dus dat die goed gegaan is. Dan is dit ook de eerste en meteen de laatste. Maar laten we daar niet van uitgaan. Laten we gewoon maar ervan uitgaan dat die hele operatie goed gaat. En dus ja, nog maar even snel wat eetmomenten er tegen aangegooid. Ik had een geweldig etentje in de Hortus Botanicus. Ja, en dan had ik ook nog een eetje in Artes met Janine Breukhoven. Zij doet pretapregnant.com, die site. En ja, dan is het toch allemaal weer gratis eten en drinken. En dat is mijn leven eigenlijk de hele tijd. Gewoon overal is dat het maar. Ondanks dat het mode is, is overal altijd gratis eten en drinken. Wauw. Oei, 132 kilo. Dat is wel iets wat zwaar. Niet onverwacht, maar wel wat zwaar. Dus ik ben blij dat ik morgen mijn maagverkleining krijg. Blijf kijken hier op Lina TV naar mijn vlogs over mijn afvalstrijd het komende jaar. Met de maagverkleining, alle ups en downs. Je gaat alles meemaken, trainen en het eten. Nou, noem alles maar op gewoon. Leuk dat je hebt gekeken. Volg me op mijn social media, Bas van Schijk. En natuurlijk ook gewoon Lina TV volgen. En volgende week nog weer een nieuwe aflevering. Tot ziens!